De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Duel om de leiding. Uiteraard een duel om de leiding. En daar is Ivan Ogarisma goed weg. Maar ook aan de buitenkant Innovation Love. Derde plaats is voor Idine. Bakker wil graag inparkeren, maar Idine houdt het gaatje dicht. En dan gaat Innovation Love bijna van de benen. Sterker nog, hij gaat helemaal van de benen. Loopt ook al gelijk weer, maar het was even een heel moeilijk momentje voor Innovation Love. Inparkeren, daar had hij nog niet van gehoord. En Ivan Ogarisma, die heeft de leiding genomen. Ivan Ogarisma leidt, komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Daarachter op de tweede plaats Idine. Derde is dan Isabelle J.E. Vierde nu wel ingeparkeerd Innovation Love. Maar Bakker gaat gelijk weer half naar buiten. Daarachter volgt Il Classico Renka en dan It's Baldwin. Op achterstand is het Ivana Europort. Zo zijn de paarden in de laatste ronde. Leiding in handen van Ivan Ogarisma. Ivan Ogarisma, Idine. Daarachter gaat een half spoortje naar buiten. Ligt vierde op dit moment. De favoriet, Innovation Love. Maar op dit moment heeft hij de rug nog niet te pakken van Isabelle J. Die ligt derde. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. Jeroen geeft vol gas. Uitgeschakeld nummer 4, onregelmatig. Nummer 4. En Innovation Love is eruit. Gaat onregelmatig, zegt het draverijcomité. En dat houdt in dat de favoriet zijn kansen verspeeld heeft in deze koers. Dan ligt de tweede favoriet op kop, dat is Ivan Ogarisma. Ivan Ogarisma gaat als eerste op weg naar de laatste bocht. Wie moet hem nu nog kloppen? Idine gaat dat niet doen. Isabella J.E. ligt de derde. Die gaat nu wel in de aanval. En daarachter gaat ook Il Classico Renka nu wat terrein goed maken. It's Baldwin is blij dat hij er nog aan hangt. Die ligt vijfde. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Inmiddels is de koploper halverwege de Tjarda-bocht. En groeit de voorsprong voor Ivan Ogarisma. Ivan Ogarisma komt als eerste in de laatste rechte lijn. Daarachter is het Isabelle J. En de buitenkant komt Il Classico Renka. Die begint nu wel heel hard in te lopen, Il Classico Renka aan de buitenzijde. En ook Isabelle J. komt dichterbij. Het is nog niet gedaan in deze koers. Ivan Ogarisma, daar komt Il Classico Renka aan de buitenzijde. Voor stal PD is hij er voorbij. Il Classico Renka wint. En ze worden misschien ook nog wel tweede met Isabelle J. Dat scheelt heel weinig met Ivan Ogarisma. Vierde is Idine.